Ik ben Ben Vollaert, econoom aan Tilburg Universiteit. En ik hou me bezig in mijn onderzoek met milieucriminaliteit door bedrijven. Breed gezegd gaat het erom, hoe gaan wij met de natuur om? Dus houden we rekening met de effecten van ons gedrag op die natuur? Dan is dat niet alleen relevant thuis, dus in je eigen omgeving, in de tuin. Maar ook, hoe doe je dat op je werk? Samen met NRC Handelsblad deze lente een crowdsourcing project begonnen, genaamd De Wilde Tuin. En we betrekken daar duizenden mensen bij, dat is dan de crowd. En samen verzamelen zij allerlei onderzoeksgegevens, dat is de sourcing. Wat we mensen vragen is om gedurende 1 jaar tijd een deel van hun tuin met rust te laten. De natuur haar gang te laten gaan. Daar komen plantjes op, daar komen beestjes, misschien komt er wel een mol naar boven. Hè? Dus, en om dat dan echt te ervaren. En die ervaringen vragen we ook om te delen. Hè? Dat gaat in de vorm van metingen en foto's en verhalen. Als ik een bij ben, dan kom ik wel graag in jouw tuin op bezoek. Want vaak in het buitengebied is er voor mij niet zoveel, want dat is vaak intensieve landbouw. Juist die tuinen zijn een heel belangrijk onderdeel van de Nederlandse natuur. Wat wij in dit project bevragen is de sociaal norm van een nette tuin. Alles netjes aangeharkt, gras gemillimeterd. Willen we dat eigenlijk wel? Hè? Of willen we eigenlijk een wat natuurvriendelijker tuin? En wie weet kan dit project ook wel bijdragen aan het veranderen van de sociale norm. Gedrag is besmettelijk. Wie weet dat die deelnemers hier ook wel een rol in kunnen vervullen. Daarnaast biedt het project ook een opening voor wetenschappers om hun inzichten te delen. Die komen ook in de krant langs, onder andere door middel van interviews. De bijdrage van de KNW was wel heel erg belangrijk voor de totstandkoming van het project. Want er zijn veel dingen waar je je tijd aan kan besteden. En nu met die subsidie dacht ik van, nu ga ik er echt werk van maken. Ja, we hadden een introductiepakket voor de deelnemers van een paar euro. Alleen op dag 1 hadden we al een kleine 1000 deelnemers en dat bleef oplopen. Uiteindelijk werden dat een kleine 9000 deelnemers. Dus dat was een aardige som. Dus die subsidie was bijzonder welkom. Het is natuurlijk leuk om je passie voor onderzoek te delen en dat voor een breed publiek te doen. Dus niet alleen voor de studenten of voor collega's. Maar behalve dat het leuk is, is het ook belangrijk. Wij zijn onderdeel van de samenleving en we krijgen middelen van die samenleving om onderzoek te doen. En daar geven we ook iets voor terug. En dat zijn niet alleen boeiende verhalen, maar ook inzichten over hoe je kleine of grote problemen het beste kan aanpakken.